Ja, leuk dat je kijkt naar mijn vlog. Mijn naam is Jacques Kok, fotograaf. Hier werk ik, hier onderneem ik in Duiven aan het station waar we nu zijn. Ik wil jullie iets vertellen over wie ik ben, wat ik doe en wat OKA voor mij betekent en wat corona natuurlijk gedaan heeft. Ga je mee? Ja, hier werk ik dan in Duiven in mijn studio en boven hebben we ook een andere ruimte waar ik de beelden bewerk. Voor OKA werk ik al een hele tijd, al een aantal jaren, vanaf 2005 volgens mij. En natuurlijk ben ik ook lid. In het verleden vele shoots gemaakt, ook een magazine als Arinacum gemaakt. De oudgedienden weten dat nog wel zo even geleden allemaal. Maar goed, leuke tijden, ook BKD's en alles, vond het allemaal echt helemaal geweldig. En ik vind het altijd gezellig om daar te zijn. Mijn verleden zit natuurlijk wel ook een stukje in de Gelderlanden, in de ondernemer die ik 14 jaar heb gemaakt en ook vele foto's en teksten gemaakt, geen teksten maar foto's voor Arnhemse bedrijven en ik vele kennen me ervan en dat was ook een fantastische tijd. Ik doe veel bedrijfsfotografie, maar ook publieksfotografie nog wel een stukje en dat doe ik dan hier, maar goed, ik laat je daar wel even wat van zien. Gelukkig, de corona is natuurlijk een vreemde tijd en we hebben allemaal een rare tijd gehad. En ik wist ook niet wat het ging doen en wat betekende het nou voor mij precies. De lockdown die kwam in maart, dus ik heb mijn bedrijf ook gewoon bewust dicht gedaan. Het hoefde niet officieel, want de vakfotografen hebben het allemaal uitgezocht. Ja, die hoefde niet officieel dicht, maar ik heb het toch maar gedaan, vond het verstandiger. En uiteraard met die anderhalve meter en alles, ik denk laten we dat maar wel doen. Gelukkig. Tijd goed besteed en ik heb hier alles geschilderd. Ik heb gewerkt aan concepten, aan reportage en stel dat het allemaal weer wat normaler werd, wat in de zomer ook wel was, kon ik toch weer verder met wat fotoreportages en ik heb wat dingen gemaakt. Ik heb portretten gemaakt, dat kon doorgaan, concepten. Broodjes heb ik gefotografeerd voor de Shell aan de Westervoortse Dijk. Een van mijn eerste projecten na de lockdown. Ja, ga je daar een broodje eten en je ziet ze daar, al die mooie foto's van in de lucht. Ja, die zijn dan van mij, altijd leuk natuurlijk. Maar ook publieksfotografie kon wel even doorgaan. Wat ik wel kon doen en waar ik veel tijd voor had, dat was gelukkig een gelukje. Dat was het fietsen op mijn racefiets, wat ik ook graag doe. Deze is in Doesburg gemaakt tijdens een fietstochtje. Deze op het Duivensbroek en hier in de buurt tussen Duiven en Velp. Maar ook met mijn website kon ik aan de gang om wat mooie beelden op te zetten. Dit is Washington, New York, een hele gave stad waar ik ook graag kom. New York. In Rotterdam heb ik wat beelden gemaakt van de Erasmusbrug. Ja, heeft toch wel iets speciaals voor mij. Ik ben natuurlijk wel Rotterdammer, dus ja, een stad die aan mijn hart ligt. En voor Accom AVM, een fantastisch project gemaakt. De hele zomer ben ik daarmee bezig geweest. Om allerlei foto's te schieten in het hele land. Ja, dit is in de buurt van Drachten geweest, bij de Olde Venne. Maar ook in Goes, in Groningen, dus het meest noordelijke puntje in Groningen. En in Arnhem heb ik wat beelden gemaakt voor Accom. Ja, een mooi sfeerplaatje ook. Bekend fotootje hier in Sonsbeek, bij de Witte Villa in de buurt. En het Watermuseum. Zeeland nog, hier nog wat in Groningen bekende voor degenen die in Groningen komen. Nou, we zijn ook aan de gang gegaan natuurlijk in die periode met mondkapjes. En het belangrijke, een mooi kapje wilde ik dan wel zelf ontwerpen. En we gedaan, ze zijn er inmiddels ook. En belangrijk natuurlijk, dus we werken natuurlijk via de regels van de EIVN. Vuurwerk. 2020 en straks 2021. We moeten het jaar denk ik maar afsluiten en kijken waar het allemaal naartoe gaat in de toekomst. Ik hoop dat de economie en de wereld weer snel een beetje normaler wordt. Maar het duurt nog wel even. Het is nu half november. Maar over een aantal weken is het kerstmis en nieuwjaar. En dan heb ik het glas met jullie op een geweldig 2021. En ik hoop dat we elkaar dan gauw gaan zien. En dan proosten we elkaar op een nieuw jaar. Jongens, bedankt.